Nou, over een maand word ik 20 en dit is de uitnodiging voor mijn verjaardagsfeestje. Je wordt niet thuisgebracht. Wat we gaan doen is al lang geen verrassing meer. We vieren het volgende. Het feit dat we fysiek in staat zijn tot neuken door anderen te neuken en het x-jarig bestaan van een stad door er nooit meer terug te komen. Alles kan kapot en wat kapot kan, heeft het recht niet heel te zijn. Onder dat motto zullen er dingen vallen. Meisjes voor mannen die met borderline in plaats van cadeaus zijn gekomen. En iets dat nog van iemands moeder is geweest. Op de keukenvloer wordt collectief verraad gepleegd jegens het gevoel voor humor. Tussen neus en lippen door verklaar ik mezelf pijnseksueel en raak ik godsgruwelijk geil van alles wat me afwijst. Iemands moeder schiep een schroothoop en noemde hem de achtertuin. Dat is waar we slapen. Er zal één kamer zijn waarin niemand kotst. Daarin maken we ter compensatie elkaars beloftes waar. Ik heb mij er lief, zoals ik nooit gedaan heb, en naast mij steekt degene die me op een nacht vergat zijn eigen schoot in brand. Ook daaraan het ene ghetto. Waar pas nog een pistool tussen de platgetrapte peuken lag en kinderen met kurkentrekkers kikkerpoten amputeren uit verveling. Naast het bordje met de mededeling dat men hier niet zwemmen en niet neuken mag. Waar de karpers drijven in het maagzuur van moeder natuur en eendenveren door tequila aan elkaar gepleisterd zijn. De bomen angstsyndromen hebben en geteisterd zijn door ieder die milieubelangen mijt als steegjes in hun achterbuurt. Waar de dorpspyromaan de benen heeft genomen nog voor vlamvattende vachten langs de autovrakken vlogen. Slakke ogen druipen van de wasbenzine, maar de as kan dienen als ontbijt voor vogels die wormen zijn omgekomen. Waar de oevers overstromen en de parkbank laag genoeg is voor het water en zijn ziektes om je voeten te bereiken. En we met het algesnot nog in de schoenen klagen, zeiken, walgen tot we tot het inzicht komen dat het beter dan de kroeg is. Mensen vragen mij wel eens, kan jij ook lieve gedichten schrijven? Dan heb ik hier het bewijs van. Een meisje dat in mandjes past. Er waren dagen dat ik op handen en voeten rond de benen van mijn vader cirkelde en hem deed geloven dat ik een asielkat was. Dan adopteerde hij mij op de keukenvloer, wreef ter hoogte van mijn schouderbladen over de stof van mijn pyjama als over een vacht en goot de melk uit mijn mok over in plastic bakjes. Nu weet ik dat één staart nooit genoeg was om mij in evenwicht te houden. Dat ik voorbestemd was van dakgoten te donderen en botten te breken waarvan ik niet wist dat ik ze had. Als ik nog eens dreig te vallen, hou me dan bij mijn enkels vast. Laat me vertellen over mijn vader en de kat en zeg me dat ik nooit iets anders ben geweest dan dat. Een meisje dat in mandjes past. Dankjewel.